Dus ik ga nu mijn vader verrassen. Ik ben benieuwd hoe hij gaat reageren. Goedemorgen, het is... Het is 7... Wacht, het is 7:06 ochtends. Herken je het beertje nog? Iva is er bijna klaar voor. Milena is er klaar voor. Schiphol outfit, ready. Hoehoe. Wij gaan naar Suriname vliegen. En het is lekker vroeg, dus... We hebben heel kort geslapen. Want gisteravond had mijn... stiefmoeder ook nog een feestje voor haar 50ste verjaardag. Dus het was een latertje. Maar goed, we zijn er helemaal klaar voor. Toch, schat? Oh, huppa. Ik dacht dat mijn koffer zwaarder zou zijn dan 23 kilo. Maar ja, 27, ja, 27. Ah, lekker. Okay, dit is mijn moeder, ze is jarig vandaag. Mama, lach even. Wat zeg je? Lach even. Ja, ze is jarig. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, dus ik had een ticket geboekt voor mijn moeder naar Suriname voor haar verjaardag. Tot aan de berg. Wat staat er, mama? Is dat echt zo? En Iva en ik gaan ook mee. Ja. Ja, die hebben ook hetzelfde. Ga je ook mee? Ja, helemaal. God, doe een boeitje. Je hebt me verrast, dankjewel. Ja, dat is mijn stiefvader. Even Harry filmen terwijl hij ons filmt. Harry met de oldschool camera. Iva is helemaal blij, want... Tuurlijk, want ik kom LaRouche tegen hier ook. Wat denk je? Weet je nog die ene dag? Ja, voor... We hebben een fan. Weet je nog die eerste dag toen ik jou voor het eerst zag? Mino sabi futa mara. Mino sabi futa mara. We zitten in het vliegtuig, mensen. Ik heb mijn oordopjes in. Speciaal tegen de luchtdruk van het vliegtuig. Ik ben alvast mijn filmlijst aan het maken. Kijk, hoe ik straks ga kijken. Scherpste. Dus dan maak ik daar, geef ik jou een hartje aan. En dan ben ik straks helemaal ready voor de 9,5 uur durende vlucht. Zo. Ben jij ready? 9,5 uur. Ga me wel voor maken. Tijdens de vlucht. Lach eens. Ari, lach eens. Ari. Dit toch? Lekker man. Eindelijk. Heel warm. Daar ga ik niet over klagen. Ik ga ervan genieten. We gaan niet met die winter in Nederland. Zo, de meest beboste land op de wereld. Damn. Dat wist ik zelfs niet eens van mijn eigen land. Zo, we wachten tante lang op die koffer hier. Oh. Ze wachten kapot lang op onze koffer hier. We zijn al lang bij de douane. Ja, we stonden echt wel een uur te wachten tot we door de douane controle mochten. We waren als laatste bijna. We moeten nu ook nog wachten op die koffers. Ja, nog steeds. Iedereen is hier al weg. Die heeft al lang zijn koffer. Maar dat is kennelijk, ja. Er staan nog helemaal vol mensen hier. Processor dit. Dat we kan hebben mensen iets te klagen over Schiphol. Ja man, als je klaagt over Schiphol, moet je klagen over... Dan heb je nog niks gezien, laat maar het zo zijn. Suriname, yeah, yeah,
kan ik het beter. Voilà. Dus Milene zegt tegen me van dat ik anders met mijn moeder praat dan dat ik met haar praat. Ja, maar ik kan het... En hoe praat ik nu dus? Ik denk over een paar dagen kan ik het beter voordoen dan nu. Want nu is het echt... Ze wilden het net voordoen. Hè? Maar hoe deed ik het? Nee, mama. Praat ik zo? Ja. Maar we zijn dus net aangekomen. We hebben ruim 10 uur in het vliegtuig gezeten. Want er was wat vertraging, turbulentie. Er moest nog iemand vliegtuig uitgezet worden. En er werd een man geklapt bij het vliegveld. Ja, toen we hier aankwamen in Suriname, toen was de security bezig om een of andere taxichauffeur in elkaar te slaan. Als je dan filmt, dan moet je wel goed filmen. Ja, toch? Hey, zo. Echt midden op het gewoon parkeer. Gewoon midden op het parkeerterrein, gewoon. Hé, hey, maak deze papa niet meer met me! Nadat we net heel lang moesten wachten op de douane en onze koffers. Mm-hmm. Het duurde echt wel lang. Ja. Nu zijn we in de omgeving waar Yves' moeder gaat slapen met Stefan. Nu even onder die fan hier, want het is heet, man. Shit. Ik ga nu even een shot maken van het eten van mijn moeder. Want mijn moeder is natuurlijk jarig. En de ontvanger heeft mijn moeder natuurlijk verrast met heerlijk eten. Dit is pom. Kom maar, oef. Jeetje, man. Zo. Zwaai eens even, mama. Zwaai. Ik ben niet. Zwaai, alleen zwaai. Oké, dus ik ga nu mijn vader verrassen. Ik ben benieuwd hoe hij gaat reageren als ik opeens voor zijn deur sta. Plotseling. Dit is waar hij woont. Deze? Klop, klop. Rustig. Beter doe je rustig. Ja. Hé, hey, hondje. Klop, klop. Misschien is hij niet thuis. Wel dood. Het is donker. Zijn wel slippers buiten. Zijn slippers dan? Ja. Nou, of hij slaapt. Misschien is hij aan de wacht. Kan zijn dat hij aan de wacht is. Ik weet niet hoe laat hij gaat slapen. Misschien is hij naar zijn nicht gegaan. Het is nog niet zo laat, het is 9:15. Sommige, kom, laten we eventjes daar kijken. Zo start ons Surinaams avontuur. Ja, met mislukte verrassing. Ja, mijn vader was niet thuis. Neef, nicht was niet thuis. Ja. Dus ja. Ja. En de taxichauffeur. Nou ja, taxichauffeur. Dat was geen taxichauffeur, dat is familie neef. Ook. Het is neef van mij, ja. Ik noem hem gewoon neef, maar het is de broertje van mijn stiefvader. Maar hij brengt ons rond. Maar het is een soort stiefoom. Precies, een soort van stiefoom, ja. Maar ja, nu lopen we gewoon richting huis. Het is 40 minuten lopen, 7 minuten met de auto. Het is wel een verschil. Hoe kan het nou 40 minuten, 7? Ja, echt, hè? Rijden wel hard. Ja. Maar ja, goed, we gaan het morgen nogmaals proberen. En kijken hoe mijn vader gaat reageren als hij me eindelijk weer ziet. Als hij eindelijk thuis is. Ja, precies, precies. Verraad dat hem. We gaan het zien. Doro Ossoja, dit is de eerste dag die voorbij is. Ik ben alleen, we zijn alleen avond hier. Hey, het is gewoon freaking heet hier, man. Maar goed. Hoe vond je het gaan vandaag, Milena? Ja, het was een lange dag. En ik denk dat we zo gewoon heerlijk gaan slapen. Ja, we gaan lager slapen. We gaan nu lekker slapen, man. Ik zie jullie morgen wel of een andere dag. Of, je weet toch.
dan gaan we gewoon even goede dingen filmen. En de reactie van mijn vader. Ik vind het jammer dat hij me niet, dat ik hem niet heb kunnen zien. Op de eerste dag dat hij weg was. Maar ja, komt wel. Morgen gaan we nog een keer nog een poging wagen. En dan ja, gaan we zien hoe hij reageert. Slaap lekker.